Maar eerst, er komt toch nog een nieuwe zoektocht naar Lisanne Froon en Chris Kremers. Op 1 april dit jaar raakten de jonge studenten vermist in Panama. Inmiddels zijn er kleren en botten gevonden, maar wat er precies met de meisjes gebeurd is, dat blijft maar onduidelijk. Leiders van het onderzoek, van politie en justitie, doen nu voor het eerst hun verhaal. Wat onbevredigend is, is dat we de resultaten niet zeg maar, hebben gehaald die we graag wilden. We willen graag de toedracht in beeld hebben. Dus de dames zijn overleden en we willen graag weten hoe het gebeurd is. Kunnen we meedenken met de familie hoe er nog wellicht een laatste keer een uitgebreide zoektocht daar georganiseerd kan worden? En daar denken we zeker in mee en vragen we ook verschillende experts om daar mee te denken en aan te sluiten. Alles wat bij kan dragen om zeg maar, dat beeld uiteindelijk wel compleet te maken, ja, dat is wat we missen. 8 maanden geleden gaan de twee Nederlandse vriendinnen Lisanne Froon en Chris Kremers op vakantie naar Panama. Wat een zorgeloze trip moet worden, eindigt dramatisch. We kijken terug met twee onderzoeksleiders. Recherchechef Henk Bril en officier van justitie Daphne van der Zwan. Maandenlang ondersteunen zij hun Panamese collega's die het onderzoek leiden. Het is hoe dan ook wel moeilijk. Ik heb het ook al eens een keer eerder geschetst dat je op je handen moet zitten omdat het een andermans onderzoek is. Dat is moeilijk omdat je, nou ja, goed, als je zelf graag wat wil doen, dan is het makkelijker dat je zelf in de lead bent. Hè. Maar in dit geval, en dat gebeurt natuurlijk heel veel, is Panama is in de lead. Hè. Het is ook hun onderzoek. Wij doen verzoek op, zeg maar, de onderzoek op hun verzoek. Hè. Dat doen we dan ook op het moment dat zij daarna vragen, doen we dat ook met alle soorten van genoegen. En dat is de manier waarop we zeg maar, internationaal met elkaar samenwerken. En we spreken met de Nederlandse ambassadeur in Panama, Wiebe de Boer. Hij reist gelijk af naar Boquete, waar Chris en Lisanne op 1 april voor het laatst worden gezien. De president heeft op een gegeven moment ook een presidentieel decreet uitgevaardigd. Dat alles op alles moest worden gezet, dat alle middelen moesten worden aangewend om de meiden te vinden. De Nederlandse politie assisteert vooral bij technisch onderzoek. Vrij snel na de vermissing is er contact geweest met de Panamese autoriteiten. We hebben onze hulp aangeboden en een van de dingen die heel snel is gedaan in april is het opvragen van de belhistorie. We hebben gekeken naar de internethistorie, naar de e-mailcontacten. Hebben ze nog e-mails verstuurd? Hebben ze nog gebruik gemaakt van een computer na de vermissing op 1 april? Eén vandaag heeft het politiedossier en het NFI-rapport in handen gekregen. Daaruit blijkt dat de mobiele telefoons nog dagenlang zijn gebruikt. Zelfs 11 dagen na de verdwijning. Dat verschillende keren is geprobeerd om 112, maar ook 911 een aantal keren te bellen. Een van de telefoons is na een aantal dagen, was de batterij helemaal leeg. En de andere telefoon is voor het laatst gebruikt op 11 april. En zijn er ook in de telefoons afscheidsnotities bijvoorbeeld aangetroffen? Nee. Nee, dat is toch wel een bijzonderheid, hè? Maar dat zou je dan ook verwachten. Hè? Dus iemand, we hebben vanuit hun omgeving gehoord dat ze veel gebruik maakten van hun smartphones. Hè? Dus, maar dat is niet gebeurd. Dus dat is op zich nog wel bijzonder. Waarschijnlijk misschien ook wel bedoeld om zoveel mogelijk batterij te sparen. Dat ze op geen enkele andere wijze gebruik hebben willen maken van hun telefoon. Dus ook niet om berichtjes op te slaan of nog meer gegevens van elkaar vast te leggen of filmpjes te maken. Die suggestie is ook al een keer gedaan. Ik denk dat het vooral gebeurd is om de batterij te sparen. Chris en Lisanne hebben misschien nog wel 1,5 week geleefd. In die tijd werd het gebied minutieus uitgekampt door zoekteams. En toch werden ze niet gevonden. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze ook gehoord hebben dat er gezocht is. Hè? Dat ze, of de helikopters hebben, wat ik al zei, of iets anders. Het zou zomaar kunnen. Dat ze echt wel in de buurt geweest zijn. Er is behoorlijk intensief gezocht, hè, door zoekploegen. En het is natuurlijk gisteren laten zeggen waarom het niet gelukt is. Maar dat is wel een bizarre gedachte. Ja. Uit fotogegevens blijkt dat de vrouwen op 1 april om 1 uur de top van de Pianista bereiken. Daarna lopen ze verder de jungle in, waar ze deze foto's nog maken. Daarna hebben we dagen geen foto's en dan hebben we in de nacht van 7 op 8 april, dus op 8 april in de vroege nacht, zijn er weer een heleboel foto's in de nacht gemaakt. En dat zijn hele ondefinieerbare foto's van bladeren, van takken en van rotsen in de nacht gemaakt en op het eerste gezicht naar boven gefotografeerd. Het zou heel goed kunnen dat ze bijvoorbeeld de aandacht hebben willen vragen van overvliegende helikopters of vliegtuigen met zo'n flitslamp. Daar lijkt het ook op. Hè. Het lijkt op dat de foto's van onderen naar boven gemaakt zijn midden in de nacht.
En dat ze daarmee geprobeerd hebben aandacht te trekken van iets wat overvlogen is. Maar misschien ook wel geprobeerd hebben juist iets weg te jagen wat op hen afkwam. Tussen 1 en 4 uur 's nachts worden 100 foto's gemaakt. Op eentje is rossig haar te zien. Het lijkt wel op een wilde haardos. En de kleur is licht blond, rossig. En dat zou het haar van Chris kunnen zijn. Ik vind eigenlijk al die foto's wel eng en heel bizar. En het is gewoon, als je maar op een of andere manier binnen laat komen, wat die foto's allemaal van impact hebben, voor mij, laat staan voor de familie. Vrolijke foto's op de top van de berg en een week later donkere foto's in de nacht. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Foto 509 zou een aanknopingspunt kunnen zijn, maar die ontbreekt in de reeks. Dat is precies de foto tussen de foto's van de pianista top en de foto's die in het donker zijn gemaakt. Ja, en het is heel erg jammer dat we daar ook niets meer van terug kunnen halen. We weten dus niet wanneer die foto gemaakt is. Of die op 1 april is gemaakt of op een later moment. En waarom die gedelete is, dat weten we ook niet. Tot nu toe is er van Chris en Lisanne maar weinig teruggevonden in de jungle van Panama. Naast de rugtas zijn verschillende lichaamsdelen teruggevonden in de buurt van de rivier. Soms wel uren lopen uit elkaar. Ik denk niet dat we daar zomaar een verklaring van kunnen geven. Ik bedoel, er is natuurlijk best ook wel over gespeculeerd. Hebben we met de familie ook gedaan. Hè? Dus zou het kunnen zijn dat het hoge water daar een rol in gespeeld heeft. Ik heb gezien hoe een klein riviertje daar tot een hele stevige en snelstromende rivier kon ontwikkelen. Hè? En echt ook heel snel stromend. Het kan zijn dat de wilde dieren daar een rol in gespeeld hebben. Dat blijft gissen volgens mij. Van Lisanne, en dat weten we zeker, want dat is inmiddels onderzocht door het NIV, is er een stuk van een bot van een onderbeen en een bot van een bovenbeen aangetroffen. Er is een schoen aangetroffen van Lisanne, met daarin nog resten van de voet en een sok. Van Chris is er een spijkerbroek aangetroffen, de korte broek. En van Chris zijn ook lichaamsdelen aangetroffen. In de hoop om nog iets meer te vinden van de overleden vriendinnen, komt er nog een laatste zoektocht in Panama. Langs de rivier is tot nu toe niet goed gezocht. Het was te gevaarlijk vanwege het regenseizoen. Wij hebben aangeboden aan de familie om nog één keer met de familie te kijken naar het Panamese dossier. Zoals dat is gemaakt. Dus alle onderzoekshandelingen die in Panama zijn gedaan. En om samen met de familie te kijken, kunnen we nog de vragen die leven bij de familie, kunnen we die nog op een rij zetten? Kunnen we meedenken met de familie hoe er nog wellicht een laatste keer een uitgebreide zoektocht daar georganiseerd kan worden? Daar denken we zeker in mee en vragen we ook verschillende experts om daar mee te denken en aan te sluiten. De Nederlandse onderzoeksleider Henk Bril erkent dat er in het onderzoek naar de dood van Chris en Lisanne nog een groot aantal vragen onbeantwoord is gebleven. Was het nou een noodlottige verdwaling of is er iets anders gebeurd? Ik kan het gewoon niet zeggen. Ik kan het niet zeggen. Ik heb wel aangegeven volgens mij waar we het meest aan zaten denken, maar dit is gewoon volgens mij echt nog iets wat open staat. Op de stoffelijke resten die zijn aangetroffen, zijn geen indicaties aangetroffen van geweld. De kleding die is aangetroffen, zijn ook geen indicaties aangetroffen van geweld. Dus dat is sec gesproken de stand van zaken van het onderzoek. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het onderzoek nooit afgesloten wordt totdat we precies weten wat daar gebeurd is. Dus het kan ook nog altijd een mysterie blijven? Ja, dat zou zomaar kunnen. Lisanne Vroon is eind oktober begraven. De ouders van Chris Kremers kunnen en willen nog geen afscheid nemen. Ze vinden dat er te weinig is teruggevonden en ze willen een laatste zoektocht naar hun dochter. Ja, voor ons is die zoektocht heel belangrijk omdat we nu gewoon heel weinig van Chris teruggevonden hebben. En we willen zeker weten dat alles wat daar te vinden is, gevonden is. En als we dat kunnen begrijpen, en dan is dat prettig om te horen. Ja, het is heel moeilijk om afscheid te nemen als je zo weinig van je dochter hebt. En als je het idee hebt dat er nog meer te vinden is. Dus wij willen toch alles op alles zetten om zoveel mogelijk terug te vinden van haar. En dan kunnen we afscheid nemen. De zoekactie die zal pas na het regenseizoen kunnen worden georganiseerd. En verder is in Panama het onderzoek nog altijd niet afgerond.